Hallo. Gisteren hebben we een neus getekend. Ja, maar je ziet er bij mij onder die neus zit een opvallende snor en een baard. Laten we vandaag eens baarden gaan tekenen. Volgens mij hebben we al een keer snorren getekend, maar... Nou ja, laten we die er gewoon bij tekenen. Snor en een baard. En dan de verschillende soorten snorren, verschillende soorten baarden. Baarden. Ja. Doe je weer mee? Dan hadden we het gisteren over neuzen. Wat is er nou leuk om daar gelijk een baard onder te tekenen of zo? Hè? We hadden natuurlijk al gisteren even die man met die snor. Laten we eens verschillende soorten baarden tekenen. Dan ga ik wel even inderdaad beginnen met die neus. Zo, want die neus ja, die valt gewoon altijd wel op. Die zit natuurlijk in het midden van je gezicht. Dus ja, dat is echt wel een opvallend ding. Nou, hoe teken je daar nou een baard onder? Nou, het is even kijken naar degene. Zie je zijn bovenlip of niet? Soms zie je die bovenlip niet. Dus dan is het echt zo'n snor. Wel even die onderlip die tevoorschijn komt. Zo. En dan zit hier een plukje haar zo. En vaak is hier dan geen haar. Zo. En dan... Kijk, dan heb je al een aardige baard zo. Ja, die wangen blijven ook vrij natuurlijk van een baard. Zo. Nou, dat is een... Dit is al een aardige baard zo. Nog een beetje... Let ook op de richting van die haargroei. Dit is vaak, groeit het in een rondje zo. Die haren. Hier gaan ze weer wat meer zo groeien. Nou, dit blijft dan open. Ja, en dan heb je natuurlijk de ogen zo. Lachrimpeltjes. Soms ook nog bakkerbaarden. Zo. En dan is het even afwachten of die bovenop ook nog haar heeft. Dat kan natuurlijk. Zo. Ja, dan hebben we een soort van kerstman getekend. Hè. Nog borstelige wenkbrauwen. Zo. Nou, dit lijkt wel een beetje op een kerstman. Zo. Goed. Baarden. Ja, je hebt ze natuurlijk. Je kan ook zo'n baard tekenen. Kijk, dan heb je ook een baard. Die baard gaat natuurlijk ook in een punt. Ja, de vroegere tovenaar die had dan zo'n puntbaard. Dit gaat al niet goed, want hij... Dit is die snor natuurlijk en dit is die mond. Dus die snor die moet echt wel tot aan die neus komen zo. Hè? Ja. Nou. Zo'n tovenaar met zo'n puntmuts. En dan een kwastje aan. En dan nog zo. Lang haar. En een of andere jurk aan. En hem op zijn rug. Die naar zijn tovenaarsleerling kijkt. Nou goed, een baard. Een puntbaard. Een ronde baard. Wat je ook kan hebben is... even weer met de neus erbij tekenen. Dat iemand geen snor heeft. Maar wel een sik bijvoorbeeld... Ik heb natuurlijk ook een sik. Ik heb dan wel een krulsnor er zo bij. Oh, die kunnen we wel even tekenen natuurlijk zo. We hebben een snor en een baard. Een snor en een sik bedoel ik. Nou, hartstikke leuk. Een sik. We hebben ook nog andere sik natuurlijk. Weer even die neus. Even heel snel de neus. Nou, die iemand heeft dan wel een snor.
Maar dan... Zie je, die heeft dan alleen een... Die heeft hier op zijn wangen verder niks, geen haar groeien. Die heeft dus alleen een sik. Goed. Ga zelf aan de slag met de sikken, baarden, snorren. En kijk misschien ook eens even op internet van voorbeelden daar. En probeer die eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.